Meneer Emmelkamp, wat maakt deze tentoonstelling zo bijzonder? Nou, het bijzondere is dat het, in de eerste plaats zijn we heel blij dat we landelijk bekende kunstenaars hebben, die allemaal met één thema bezig zijn. Maar het andere bijzondere is dat het gecombineerd is met het werk van architecten. En dat zijn daar architecten die aangesloten zijn bij het BNA, een Bond van Nederlandse Architecten, en dan met name de kring Drenthe. En ook in Meppel, architectenbureau BNO, heeft van begin af aan van deze tentoonstelling een nauwe samenwerking met ons gehad. En wat is dan de connectie tussen de kunstenaars en de architecten? De connectie is, en dat is ook de ondertiteling van, van deze tentoonstelling, de ondertiteling is tussen droom en werkelijkheid. Nou, de kunstenaars, dat zijn de mensen die vanuit hun eigen fantasie helemaal vrij hun gang kunnen gaan. Zou dat de droom kunnen noemen. En zij kunnen, ja, de een legt dan bijvoorbeeld de nadruk op het typische karakter en het icoonachtige karakter van een huisgebouw. De andere maakt bouwsels waarvan je denkt van daar kun je helemaal niet in wonen. Het zijn meer een soort follies. Nou, dat is dus helemaal de vrijheid van de kunstenaar. De architect is veel meer gebonden aan de werkelijkheid. Die is gebonden aan allerlei regels. En we proberen dan het verband te laten zien, zoals de titel al zegt, tussen droom en werkelijkheid.